Hartelijk welkom allemaal bij de derde uitzending van het Politiek Café van dit jaar vanuit Café Dudok. Van de week lazen we in de krant dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die zich kandidaat willen stellen voor gemeenteraadslid bij de komende verkiezingen. Daar snappen wij helemaal niets van, want als je eenmaal gemeenteraadslid bent, mag je ook af en toe in het Politiek Café komen. En vanmiddag hebben we weer een aantal loslopende exemplaren weten te strikken. Maar we beginnen vanmiddag met twee mensen die zich onder andere inzetten voor zwerfdieren en de opvang daarvan. Hartelijk welkom aan Martijn Griffioen en Ellen Jongende van Dierenasiel Kruilo. Ja? Ja, dankjewel. Reden dat wij u gevraagd hebben is dat er nogal ophef is over het feit dat de opvang van zwerfdieren in de toekomst niet meer door Kruilo gedaan zal worden, maar door het Dierenbeschermingsinstituut te Amersfoort. Mevrouw Jongende, u bent belast met de dagelijkse leiding van Kruilo, heb ik begrepen. Klopt. Ja? Hoeveel zwerfdieren vangt Kruilo eigenlijk op jaarlijks? Dat zijn rond de 300 honden. Ja. Bijna 600 katten. Ja. En rond de 100 konijnen ongeveer, maar dat stijgt heel erg. Ik begreep dat u ook nog hele andere dieren soms af en toe krijgt. Ja, klopt. Er zit nog wel eens wat verschil in. Vorig jaar hebben we een aantal hangbuikzwijntjes binnengekregen. Kijk eens aan. Ik geloof dat het inmiddels anderhalf jaar geleden is dat er een bok bij ons aan het hek gebonden is. Oh. Kippen, hanen af en toe. Eigenlijk van alles dus. Ja. Ja. Wat krijgt u eigenlijk vergoed voor die opvang van die zwerfdieren? Alleen voor de honden en de katten krijgen we een vergoeding. En dat gebeurt op basis van factuur. Ja. Gemeenten hebben een opvangplicht voor 2 weken, voor 14 dagen. En die opvangplicht laten ze vaak door een dierenasiel uitvoeren dicht bij hun in de buurt. En in dit geval is dat dierenasiel Kruilo. Ja. En voor de opvang van de zwerfdieren krijgt elke gemeente van ons een factuur. Oké, en die krijgt u ook gewoon betaald? Ja? Meestal wel. Nou, ja of nee? Ja. Nou, meestal krijgt wel. Ze van Hilversum betaald? Nee, inmiddels wel. Inmiddels wel? Maar dat is een hele strijd geweest. Waarom? Er ligt wat geschiedenis aan de grondslag. Tot en met 2007 heeft de gemeente ons altijd een subsidie gegeven. In 2008 is dat gestopt. En vanaf dat moment zijn ze ook de facturen gedeeltelijk maar gaan betalen. Dus okay. Er zit een stukje wettelijke verplichting voor een dierenasiel in dat je bijvoorbeeld binnen 5 dagen, dus een honden- en kattenbesluit, die ligt de grondslag aan wat verplichtingen. Je moet binnen 5 dagen je zwerfdieren ingeënt hebben. Ja. En je moet binnen 5 werkdagen je zwerfdieren voorzien van een identificatiechip. En die laatste zaken die vond de gemeente Hilversum dat ze dat niet hoefden te betalen. Okay, en dus ook een stukje capaciteitsvergoeding, wat we ook in de facturen opnamen, die wilden ze dus ook niet betalen. Maar nu wel inmiddels? De wettelijke verplichtingen, die moeten ze nu betalen. Ja. We hebben er destijds een advocaat voor in de arm moeten nemen. Dat heeft ons echt heel veel geld gekost. En uiteindelijk zijn ze overstag gegaan voor een groot gedeelte van de opgelopen facturen van €80.000 was dat inmiddels. Dus voor een organisatie als een dierenasiel een ongelooflijk groot bedrag. En uiteindelijk hebben ze daar €67.000 van betaald. Oké. Ik ga even naar meneer Griffioen. Meneer Griffioen, wat is nou precies de reden dat de opvang van die zwerfdieren gaat worden weggehaald bij Kruilo? Ja, dat is een hele goede vraag. Wij snappen dat zelf ook niet. Het is te duur bij u. We voldoen aan alle wetgeving. Ja. Maar dat wordt in twijfel getrokken. En dat door wie? Zou. In dit geval door de gewestgemeente. Ja. En dat wordt in twijfel getrokken dat wij zouden een onwettig asiel zijn. En daarom niet meer zwerfdieren, de opvangtaak voor de gemeente, mogen uitvoeren. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat hebben we al jaren naar voren gebracht. En aangetoond. Alleen wordt dat telkens genegeerd. Dat verbaast ons hoogelijk. En tot nu toe is het zo dat we nog steeds geen volmondige erkenning hebben gekregen van de colleges over de wettelijke status van dierenasiel Kruilo. Nou, dat moet eerst nog uitgesproken worden. Ja. Door wie? Door het gewest. Door het gewest? Ja. Wij hebben, maar geeft het gewest dan een soort keurmerk aan asiels? Begrijp ik dat nou goed of niet? Want nee. Ik begrijp de dierenbescherming, dat heb ik ook eens ergens opgezocht, die geeft asiels in Nederland een keurmerk. Daar is een lijstje van, daar staat Kruilo niet op. Nou, een kleine correctie.
een keurmerk zal dierenbescherming niet geven. Ja. Die geeft een soort van keurmerk. Nou ja, goed. Die benoemt dierenasielen tot dierenbeschermingsdierenasielen. Ja. Nou ja, de eigen maatstaven. Maar laat wel duidelijk zijn, dat is geen keurmerk. Een keurmerk heeft een grote mate van onafhankelijkheid. En daarentegen heeft dierenasiel Krelo dat wel. Die heeft een ISO-certificering. Ja. Alleen de dierenbescherming heeft een grote impact. Wordt zelfs als onderdeel van overheid gezien. Ja. Hetgeen niet waar is. Maar met die ISO-certificering voldoet u eigenlijk aan alle wettelijke normen, zeg. Precies, ja. Oké. In de pers heeft u ondergegeven, heeft u laten weten dat, stel dat nou Amersfoort gaat, hè, dat u vreest dat mensen hun dier niet meer gaan ophalen omdat ze dan verder zouden moeten reizen. Nou, daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. Ik bedoel even te zeggen, als ik een hele leuke hond heb en die loopt weg en die wordt gevonden, nou, dan ga ik hem in Amersfoort ophalen of in Groningen. Wat maakt mij het uit? Ja, nou, wat wij merken is dat de drempel om een dier op te halen sowieso al de laatste jaren behoorlijk hoog antwoord is. Maar heeft dat met afstand te maken? Ja, dat heeft absoluut met afstand te maken. Als je vanuit, noem het maar, Neder-Oostenberg is een van onze gemeentes waar we voor opvangen, in Weidemeren. Als je van daaruit naar Amersfoort zou moeten, dan ben je vice versa 80 kilometer kwijt. Ja, maar als je toch heel gehecht bent aan je dier, maakt je die afstand toch niks uit? Nou, over het algemeen zie je ook wel dat voor honden dat het ophalen. Kijk, er wordt iets van ruim 90%, bijna 95% van de honden, die wordt opgehaald. En dat zie je ook dat mensen een andere band met een hond hebben dan dat ze met een kat of met een konijn hebben. Ja. En de stap om een dier niet op te halen is voor een kat en een konijn vele malen groter dan voor een hond. Ja. Oké. Er werd ergens ook gesuggereerd dat Krylo nu opeens failliet zou gaan als er geen zwerfdieren meer werden worden opgevangen. Is dat niet een beetje onzin? Dat is onzin. Dierenasiel Krylo gaat als dierenasiel zonder zwerfdierenopvang verder als uiteindelijk de definitieve beslissing om naar Dierenbeschermingscentrum Amersfoort te gaan is gevallen. Ja, en wie gaat die beslissing nemen? Is dat nou het gewest of zijn dat nou de gemeenten? In principe zijn het de gewestgemeenten, de colleges die daarover beslissen. Een merendeel heeft daar al een besluit over genomen. Ja. Voor ons reden om aan de bel te trekken en om dit voor te leggen aan de raadsleden. Ja. Omdat wij ook merken dat er eigenlijk maar heel weinig bekend is onder de raadsleden over wat er zich werkelijk heeft afgespeeld. En daarmee doel ik dan, en wat er nu gebeurt, een ongewenste ontwikkeling voor ons, is dat dierenasiel Krylo min of meer als een beetje zeurderig asiel elke keer naar voren geschoven wordt. En ze moeizaam om mee te praten. We praten al anderhalf jaar met dierenasiel Krylo, zegt het gewest. We praten inderdaad al anderhalf jaar met het gewest, met deze mensen. En we zijn begonnen in 2000 te praten met de gemeente Hilversum. Maar even terug naar de laatste tijd dan. De tarieven voor de zwerfdierenopvang. Ik heb begrepen dat uw bod om dat te doen veel en veel hoger was dan wat in Amersfoort werd geoffereerd. Klopt dat? Nou, wij weten niet echt wat de tarieven in Amersfoort zijn. U heeft de tarieven opeens gewijzigd. Ik heb gezien een brief van u waarin u opeens een nieuwe tariefstelling heeft gedaan. En ik heb begrepen uit een betrouwbare bron dat die tarieven opeens een heel stuk lager zijn. Klopt dat? Ja, dat klopt, inderdaad. Ja? Hoe kan dat? Was u al die tijd te duur dan? Nee, wij gaan ervan uit dat we de zwerfdierenopvang bij ons willen houden. Ja. Omwille van de zwerfdieren. Zwerfdierenopvang is voor dierenasiel Krylo geen winstgevend verhaal. Nee. Integendeel. Maar het hoort bij ons. Het hoort al sinds 1924 bij dierenasiel Krylo. En in het kader van het dierenwelzijn, het lijden van dieren. Wij zien een toename van lijden van dieren op het moment dat ze, zoals in de huidige oplossing, eerst ondergebracht worden bij dierenpension Naarden voor 3 dagen. En daarna worden ze
opnieuw opgepakt en worden ze uiteindelijk ondergebracht. Sorry dat ik u even onderbreek, maar ik had het toch even met u over die tarieven. Hoe kan het nou dat het opeens goedkoper wordt? Nou, in aanvang hadden wij een tarief neergelegd op basis van nieuwbouw. Ja. En omdat wij... En daarom zou het duurder zijn? Ja, okay. Een hoger tarief. Maar ik heb begrepen, in Amersfoort is juist nieuwbouw en dat is dus een lager tarief. Dan snap ik het af en toe niet meer. Ja, maar ik kan Amersfoort en dierenasiel Krijlo ook niet met elkaar vergelijken op dat aspect van nieuwbouw. Okay. Dat weet ik niet. Maar wel dat de gemeente Amersfoort een miljoen geïnvesteerd heeft in de nieuwbouw van Amersfoort. Dat heeft de gemeente daar wel gedaan. Ja. Ja, u verwijt ook de plaatselijke politici, hè, dat ze het niet goed gedaan hebben. Klopt dat? Verwijt kan je niet echt zeggen, denk ik. Maar nou, ik zag ergens zelf staan dat u zegt van ga maar niet meer op de Partij van de Arbeid stemmen. Oh ja, ja. Klopt dat? Nou, ja, dat inderdaad. Waarom was dat? Omdat we vanuit de Partij van de Arbeid een mail gezien hebben die gestuurd is waarin... Naadloos aangesloten wordt op hetgeen wat het gewest allemaal vertelt. En dat vond u anti-Krijlo en dan bent u anti-PvdA, begrijp ik dat? Nou nee, ik denk dat als je op het moment dat een kiezer gaat voor zwerfdierenopvang binnen de regio, dan mag heel duidelijk zijn dat de Partij van de Arbeid daar geen moeite voor doet. Ja. Maar ik zag net van de week in de krant dat de Partij van de Arbeid de deur weer op een kier heeft gezet voor u. Ja, misschien wel naar aanleiding van de mail die we gestuurd hebben. Dus dat stemadvies trekt u nu weer in bij deze? Nou, ieder mag voor zichzelf beslissen wat ieder u mag voor stemt. Zichzelf. Ja, dat lijkt me ook en dat hoef ik niet van een dierenasiel te horen. Ik heb ook, er stond niet in dat mensen zelf geen Partij van de Arbeid moesten stemmen. Het zwerfdier stemt geen Partij van de Arbeid. Oh, dus de zwerfdieren mochten er niet op stemmen. Precies. Zodat ze geen bok konden schieten. Nee, ik begrijp het. En er stond ook heel duidelijk in de mail trouwens dat het niet een aanzet was om geen Partij van de Arbeid te stemmen. Wat maar gaat er nu wij waren wel zeer verbaasd over de Partij van de Arbeid. U was zeer verbaasd over de Partij van de Arbeid. Want, en nu weer dan? Nou ja, min of meer. We zien het natuurlijk graag dat het deze kant uitgaat. Laat dat vooropgesteld zijn. Maar... waar we ons wel over verbazen in het antwoord van meneer Azelager aan de kiezers, aan zijn achterban, is dat hij ineens spreekt, bijna namens mevrouw Bakker, Jannie Bakker van het gewest. Maar die is van het CDA, niet van de Partij van de Arbeid. Nee, precies. Wij maken dat onderscheid niet. Nee. Terwijl meneer Hazelager in 2010 en daarvoor zich toch nog wel heel sterk heeft gemaakt voor dierenasiel Krijlo. Vragen heeft gesteld over waar die nieuwbouw van dierenasiel Krijlo toch bleef. Omdat die nieuwbouw van dierenasiel Krijlo toch echt opgenomen was in de uitbreiding en de herinrichting van de sportvelden in 2004. Even voor ik naar de zaal ga, komen er nog acties van uw kant? Om die dierenzwerfopvang in Hilversum te houden? Wij hebben inmiddels... Behalve de brief, maar... Wij hebben inmiddels 5700 petitieondertekenaars. Okay. En wij zullen, als die zwerfdierenopvang daadwerkelijk naar het Dierbeschermingscentrum Amersfoort gaat, zeker actie ondernemen. Oké. Dan ga ik even kijken of er mensen zijn in de zaal die willen reageren. Ik zie daar even... Je wilt dat nog even. Ja? Zegt u het maar. Ik vraag me af of we raadsleden wel in de gaten hebben wat een dier kost als je een dier uit het asiel neemt. En er is wat mee. Ik heb het verleden jaar gehad wel meer, maar daar kies ik voor. Die kat had problemen met zijn bek, die was aan het gillen. Meteen het asiel terug, alle hulp gehad. Een echo van het hart laten maken, €130. Hij is naar Wageningen gegaan, hele dag. Een meisje van het asiel moest de hele dag met hem mee. Want door zijn hart mocht hij niet een spuitje hebben na de narcose. Hij moest zelf bijkomen. Dat grapje heeft misschien wel €800-900 gekost. Wordt dat ook meegenomen? He, want de gemeente betaalt zoveel voor een beest. Maar hoeveel nazorg is er niet? Ik heb gemiddeld 8 uit 10 katten, nu 10... Altijd uit het asiel. Ik neem vaak oudjes. Weet ik dat er wat mee kan zijn. En dan krijg ik een perfecte nazorg. Ik kan alles vragen. En dat wordt volgens mij niet meegenomen. Ik vind het gewoon een schande. Vraag is eigenlijk aan de gemeente of ze dat ook willen vergoeden, begrijp ik.
Nou, dat de dierenasiel weg, daar kan ik me vreselijk boos over maken. De kattenknuffelaars, die de beesten gaan aaien, daar hebben ze geen zin voor. De hondenuitlaat, allemaal vrijwilligers, prachtig in het bos. Ja. Moet dat allemaal weg? Moeten die dieren die vaak gestrest zijn, heb ik ook stresskatten, 3 dagen naar de aarde. En dan moeten ze naar Amersfoort, waar ze ook nog rustig in geslapen worden. En hier niet. Freddy, ook een oude kat, heb ik 2 jaar gehad, is 22 geworden. Okay. En is ingeslapen. En dat doet het asiel hier allemaal. En dan vind ik dat ze zo elke keer in de hoek getrapt wordt. Ik vind het erg. Prima, dank u voor uw vraag. Mevrouw. Nou, ik ben eigenlijk benieuwd ook naar een reactie van de Partij van de Arbeid. Meneer Hazelager. Vanmorgen stond inderdaad in de krant dat jullie de deur weer openzetten. En dat verheugt ons. Want Krailo die is met een nieuw voorstel gekomen. Harv Hilversum die ziet toch graag de opvang van zwerfdieren gewoon in de regio. Nou, we zijn blij dat jullie toch gedraaid zijn, Partij van de Arbeid. Maar wat is het nou dat jullie heeft doen draaien? Is dat inderdaad die prijsstelling die toch 15% onder de prijsstelling van Amersfoort ligt? Wat heeft jullie doen draaien? Hans? Nou, waarom niet? Meneer Van Rooij wil reageren, mag ook. Vind je mijn antwoord niet zo goed als de heer Van Leeuwen? Nou, omdat de heer Hazelager werd genoemd. Oh ja. Ja, maar de heer Hazelager is ook van de PvdA. Dus dan vind ik het ontzettend onaardig dat u zo over de PvdA denkt. Want wij zijn geloof ik de enige partij die überhaupt heeft gereageerd op uw... dat wij een mail terug hebben gestuurd op al de mails die wij gekregen hebben van jullie, hè? Ik bedoel, er is geen andere partij die ook maar enige reactie heeft gestuurd naar jullie. Dus in die zin vind ik het bijzonder onaardig. Ja, echt wel. Nou, goed. Ja. Maar dat heeft... Ja, oké, Harv Hilversum, maar dat wisten we ja, al. Oh, nee, maar ook. Nee, ja, bedoel, dat standpunt kennen we nu zo langzamerhand wel. Dus dat ten eerste. Nou, ik geloof toch... Wat zeg je? Ik herinner me toch echt een motie. Ja, maar... Ik herinner me toch echt een motie van Harv Hilversum. Ja, dat weet ik. Dat heb ik ook gezien. Oh, nou, prima. Nee, maar u, waar het over gaat is dat u wel erg allergisch reageert op een mail van de PvdA... waarop wij gewoon reageren op jullie mails die jullie naar ons sturen. Dus dat is het enige wat wij doen. Maar goed, dat daar gelaten. Dus ik vind, maar goed, dat heeft daar gelaten. Ons standpunt, want dat vroeg u. Nee, wij zijn niet zozeer gedraaid... als wel dat wij vinden dat er een heleboel dingen nog ontzettend onduidelijk zijn. En aangezien die brief van het dierenasiel kwam, waarin een aantal zaken worden genoemd. Ten eerste het tarief wat teruggebracht wordt, wat mij inderdaad ook bevreemd, want u heeft daar natuurlijk niet een helder antwoord op gegeven. Nu in ieder geval niet. Misschien komt dat ooit nog een keer. Waarom ik zal nu, er zo een antwoord op geven. Nee, waarom nu het tarief dan in één keer een stuk lager is. Maar dat geeft wel openingen, moet ik u eerlijk zeggen. En die ISO-norm. Aan de andere kant, wat ons heeft doen besluiten om toch nog eens een keer deze discussie aan te gaan, is dat wij vinden dat we heel weinig, of in ieder geval te weinig informatie van de kant van het college en van de wethouder hebben gekregen. Dus daarom zeggen wij van, willen we toch nog eens een keer alle stukken open op tafel hebben om open en zonder vooroordelen naar dit dossier te kijken. Dat is wat wij nu willen. Nou, oké. Okay. Nou, ik geloof dat twee partijen daarover eens zijn dat ze daar in ieder geval nog opening van zaken over willen hebben. Dus het blijft op de agenda staan, begrijp ik. U wilde... Het is dus weer op de agenda gezet. Ja. Mede dankzij de Partij van de Arbeid. En ik ben ze er dankbaar voor dat we dat gewoon... Want ik vind wel dat we in dit dossier weer met positief en fris er tegenaan moeten gaan... En dat we, maar ook de gemeente, en het ieder de hand in eigen boezem moet steken, ook de gemeente. Want die nieuwbouw, daar is gewoon heel erg lang over gesproken met ze. Ze zijn ook lang aan het touwtje blijven hangen. Dus wat dat betreft kunnen wij onze eigen rol, de rol van de gemeente, ook nog wel eens even onder de loep leggen. Ik ben voor een frisse start voor de onderhandelingen met Krailo. Nu is gebleken dat ze dus met deze nieuwe prijsstelling en hoe dat komt en hoe dat nu kan. Nou, laat ze het uitleggen. Maar ik ben blij dat het kan. En wij willen zelfs voorstellen, Harv Hilversum, dat die 15% die ze nu onder de prijs van Amersfoort zitten, dat wij die juist bijpassen, zodat we gelijk
een gelijk bedrag betalen met Amersfoort. En dat ze dat geld kunnen gebruiken voor de renovatie van de gebouwen. Oké, okay. Nou, er komt een aanbod uw kant op. Prachtig. Ja. Fantastisch. U zou nog even uitleggen waarom die tarieven, waarom die tarieven nu opeens omlaag komen. Ja, de aanvankelijke opgave was gebaseerd op een nieuwbouwplan dat stamt uit 2008. Dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. En we zijn vervolgens gaan kijken naar, kunnen we nog renoveren en kunnen we nog een klein stukje nieuw bouwen. En dat wordt onder andere mogelijk gemaakt door nieuwe wetgeving die het honden- en kattenbesluit vervangt. Dat is dit jaar gaande. Honden- en kattenbesluit heeft stringente bouweisen en die komen te vervallen in het nieuwe besluit. Oké. Okay. Duidelijk. Ja. U kunt het dus goedkoper doen. Ik ga u heel veel succes wensen in de toekomst. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Het komt in ieder geval weer op de agenda. Wij houden het ook op de agenda. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderwerp. Ons tweede onderwerp hebben we zojuist weer twee loslopende politici weten te strikken. Namelijk Leonie Sazes van Hart voor Hilversum en Frits Vogel van de VVD. Van de vogelopvang wou ik bijna zeggen. Nee. Met hen gaan wij praten over de lopende bezuiniging op cultuur en het verdwijnen van festivals uit Hilversum. Meneer Vogel, tegen de etiketten in begin ik maar eens met u. In het begin van deze collegeperiode was afgesproken om 1,2 miljoen te bezuinigen op cultuur. Ja. Dat werd eerst bijgesteld naar 8 ton en inmiddels verder naar 5 ton. Daar is de VVD toch niet blij mee, denk ik. Nou, dat is inderdaad waar dat we de bezuinigingen gezien, de uitdaging waar we in Hilversum voor staan om de begroting op orde te krijgen, dat die ook op cultuur waren ingestoken. Ja. En niet alleen om, laat ik zeggen, het geld, maar ook om de cultuurverandering die binnen de sector nodig was. Dus het zijn twee elementen. Gewoon het geld om de begroting op orde te brengen. En aan de andere kant van meer samenwerking zoeken binnen de sector zelf. En naarmate je steeds meer toegeeft ten aanzien van die bezuinigingsopdracht, loop je ook het risico dat de verandering in de sector niet dat resultaat oplevert wat je eigenlijk komt wenst. Komt dat niet door de nieuwe wethouder van de VVD? Is die op nog vriendelijker voor cultuur? Nee, dat komt zeker niet door de nieuwe wethouder. Maar, opeens 2 ton eraf van zijn voorganger. Het is natuurlijk een enorme operatie. En we moeten wel kijken van wat is er nou in de afgelopen periode al gebeurd. En er zijn natuurlijk toch gewoon een paar belangrijke stappen gezet na een periode dat er eigenlijk heel weinig op cultuur gebeurde in Hilversum. Dus dat is het positieve nieuws. Alleen, kijk, als je een enorme reorganisatie in de cultuursector doorvoert, wat ook met veel geld gepaard gaat, hè, vergeet niet dat er veel frictiekosten in zitten, dan verwacht je daar ook uiteindelijk resultaten in. En dat is niet alleen ten aanzien van een stuk bezuiniging, maar ook ten aanzien van een stuk efficiëntie. En ik ben bang dat als je daar steeds meer ruimte laat om dingen bij het oude te laten, dat je dan die verandering ook niet realiseert. U was altijd voorstander van cultureel ondernemerschap. Absoluut. Wat blijft daar nog van over dan? Hè? Nou ja, je ziet dat langzaam, en dat viel mij op laatst in de discussie in de Raad, hè, waar bij de start van de periode dat nog een woord was wat raadbreed in ieder geval niet erkend werd. En nu heeft iedereen het erover, dus dat is positief. Maar ze doen het niet. Nou, kijk, de Raad is daar natuurlijk niet mee bezig. Dat is aan de cultuursector om uiteindelijk ondernemer te worden. En daar heb je, laat ik zeggen, ook de ruimte voor nodig. Ik zie daar, een van de aspecten die daar straks naar voren komt, is het verzelfstandigen van het museum. Die ook ruimte nodig heeft om te ondernemen. We zien bij de Vorstin ook dat ze daar langzaam slagen willen maken. Maar dan moet je ook zorgen dat ze de ruimte hebben en ook het budget hebben om ook die markt te gaan zoeken. Maar dat is een heel belangrijk punt. Maar stemt de VVD straks in met die 2 ton minder bezuinigd? Nou, we hebben daar nog een stevige discussie over in onze fractie. Dat zal maandag zijn. Ja. En wat wij wel willen terugzien is dat, laat ik zeggen, de andere punten, zoals dat ondernemerschap, en dat kan je natuurlijk in de subsidieverordening keurig opnemen, dat wel geborgd wordt. En dat de reorganisatie van de sector zelf natuurlijk wel doorgaat. Oké. Okay. Mevrouw Sazes, u bent natuurlijk wel blij met die bijstelling naar 6 ton.
Maar het is nog wel een behoorlijk bedrag, toch? Hè? Blij, ja, nou inderdaad, blij met aanhalingstekens. Kijk, uit benchmarks, hè, dat zijn allemaal vergelijkingscijfers bij andere gemeenten, is er lang gebleken dat het culturele veld in Hilversum al bijzonder schraal is. Ja, dus, we hebben hier al eens een discussie gehad over de atlas van de Nederlandse gemeente. Ja, precies, en daar scoort Hilversum onderaan, hè? Juist, op als het gaat over cultuur. Dus eigenlijk valt daar al nauwelijks op te bezuinigen. Ja. Maar nou spelen er nog een andere... paar andere dingen mee. Natuurlijk zijn wij blij met die 2 ton minder bezuinigingen, maar het wordt een beetje raar verdeeld. Ja. Want wat gebeurt er nou? En ik kan voor een bepaald gedeelte echt wel meegaan met meneer Vogel als het gaat over cultureel ondernemerschap. Alleen, niet de bedoeling van deze discussie? Nou, dus nee, prettig, nou ja, maar dat maakt wel deel uit van het hele nieuwe plan. Ja. Alleen je moet je wel afvragen, hebben we het hier over de vrije markt of hebben we het hier over cultuur en hebben we het hier over de verenigingen die Hilversum rijk is. Ja. En wij vinden dus gek dat de vorstin die het goed doet, nou, efficiëntie, om het goed te doen, krijgt ze er 1 ton bij. Ja. Het filmtheater, die heeft eigenlijk geen geld nodig, krijgt toch als beloning €50.000 erbij. Maar de kleintjes, die vallen dus onderuit. Ja. En dat zijn het GSA. Ja. Daar wordt de subsidie van gestopt. Dat is het grafisch atelier. En die nemen ook een hele belangrijke plek in het culturele veld in Hilversum. Theater Achterom. Ja, want dat wou ik net zeggen. Als ik alles op een rijtje zet, lijkt Theater Achterom wel het grootste slachtoffer, toch? Dat, nou, als je niet uitkijkt, wel inderdaad. Ja. En dat vindt Hart voor Hilversum een groot probleem. Want Theater Achterom is een theater. Maar het huisvest, theater nog, ja. Huisvest ook, huisvest ook nog 2 toneelverenigingen. En dus dat plan om Theater Achterom te laten fuseren met de Vorstin, dat is echt gewoon geen goed idee. Voor allebei niet, voor de Vorstin niet. Wat vindt u daarvan, meneer Vogel? Vindt u dat een goed idee? Ik vind het een absoluut goed idee. En dat zit hem ook in het feit dat heeft u wel eens eerder gezegd. Ja, ja. Je hangt een blok aan het been van de Vorstin. Nee, kijk, uiteindelijk als je kijkt waar de Vorstin nu staat, hè, wat daar gebeurd is in de afgelopen jaren, na een moeizame start, ook door vertraging van de bouw, zie je dat bestuur op orde is, dat er heel veel zaken geborgd zijn om in ieder geval naar de toekomst te kijken. En dan kan je volgens mij, als je dan ook naar partners gaat kijken, en dat kan heel goed het Theater Achterom zijn, kan je vanuit die kracht kan je verder opereren. Het is veel beter om vanuit een vorstin die op dit moment al een goede naam heeft gecreëerd met veel bezoekers, ook je theaterfunctie uit te venten, dan dat je dat stand-alone blijft doen. Maar ze hebben maar 1 zaal, hè? Nee, het gaat mij niet zozeer om hoe je de zaal indeelt. Het gaat mij ook om hoe je aanstuurt en bestuurt. Daar moet het natuurlijk wel om gaan. Je houdt altijd ruimte om te programmeren. Dus theater kan je programmeren. Maar het gaat ook om al die overhead die gecreëerd wordt, waar je echt wel een paar slagen kan maken. En dan kan je ook weer naar de toekomst kijken. Dus eerst vanuit nieuwe kracht. We zitten hier op 200 meter afstand van Theater Achterom. Moet die tent nu dicht? Of kan die gewoon blijven staan en dat het bestuur samenvoegt met de vorstin of dat soort dingen? Nou, ik doe hier nu geen uitspraken over welke locatie, want dat wordt onderzocht. Er wordt gekeken van, nou, kan je nou, als je wel op bestuurlijk niveau een fusie aangaat en ook ruimte houdt, en dat moet je gewoon borgen in je subsidievordering om het theater te programmeren, hè, want dat is dan de angst van het theater, van ja, maar straks kunnen we helemaal niks programmeren, want al het geld wordt opgeslokt door de vorstin bijvoorbeeld. Dat kan je borgen in je subsidievordering. En dan kan je gewoon kijken, wat zijn locaties die je kan inzetten? Ja, en goed, daar maar is nog helemaal geen uitspraak dan over gedaan. Dan ga je nog steeds uit voor een aparte locatie van voor Theater Achterom. Wat ons betreft in elk geval wel één waar die toneelverenigingen ook gehuisvest kunnen blijven. Maar dat is niet het gebouw van de Vorstin. In elk geval niet. Maar die samenwerking op bestuurlijk niveau, dat doen ze al. Okay, en ja, daar gaan ze ook al mee verder met een gezamenlijke ticketservice, een pool. Dat kan nog verder. Een dat pool kan van verder, gezamenlijk exact. Dat kan prima. En dan kan je ook geld vrijspelen om die andere dingen te doen. Juist, en ook maar weer naar ik de wil toekomst het zo graag ook even hebben met je over het maatschappelijk vastgoed. De overheid moet zich concentreren op zijn kerntaken. Maar wij vinden wel dat daarbij hoort het beheer van maatschappelijk vastgoed. Zodat je in elk geval kunt faciliteren wat er in buurten en wijken aan initiatieven ontstaan. En dat zijn vaak culturele initiatieven. En die zijn niet alleen belangrijk voor ons bruisende Hilversum, dat is en dat er wat gebeurt. Maar die zijn ook belangrijk voor het welzijn. Okay. Die vervullen ook daarin in de cohesie die dat losmaakt. Ja, belangrijke doelen. Ik ga even ingrijpen. Mag alleen maar zin afmaken, boy. Nou, 1 zin. Nou, dat wij vinden juist dat de overheid zich dus voor die kleintjes, dat die, die moet hoeden. Ik wou even, ik werd getriggerd door de opmerking dat bruisende Hilversum, wou ik toch even een stap maken van
Dan gaan die twee festivals verdwijnen in Hilversum. Ja. Live, on air. Het wordt hier toch een treurige boel, meneer Velgen. Nou, we hebben daar ook kennis van genomen dat het jammer is dat een stukje vitaliteit door dit soort festivals die georganiseerd werden, gaat verdwijnen. Ja. En als je kijkt wat de reden is, heeft dat alles te maken met beveiliging. En zorgen dat je, daar waar vroeger de politie die taak had, zorgt dat een festival goed verloopt. Ja. En dat is zeer spijtig. En dat betekent niet dat dan de gemeente ineens moet gaan kijken van nou kunnen we dat gat vullen. We zijn wel kritisch ook. Hè? We hebben nou die vuurwerkshow gehad. Precies. Met Oud en Nieuw. Zullen we dat kost, geld nou... kost een bakken met geld. Ja. Dus, en dan komt kan niemand. Een festival. Nee, er komt niemand. En dan kan een festival ineens niet. Dus ook niet dat we daar dan misschien iets kunnen schrijven. Ik zou daar wel voor willen pleiten dat, ik hoor dat je er samenwerking wat, ik, dat er wat kritischer gekeken wordt. Waar geven we nou het geld aan uit? Ja, en ik vind €50.000 voor een vuurwerkshow vind ik dan heel veel geld. Dus Pieter is de vuurwerk. En we krijgen de festivals. Kunnen we misschien terug, toch een soort van kleinschalig Hilversum Live met wat lokale bitten? Nou, daar vinden we elkaar dan toch weer. Nou, daar ben ik dan toch heel blij mee. Zijn er nog mensen die hier vragen over willen stellen op dit moment? Ik kijk. Leefbaar Hilversum. Ja. Ja. Ik heb van de week gesproken met de directeur en programmeur van Theater Achterom. Ja. En die heeft eigenlijk niet echt nog duidelijkheid over wat er nu precies gaat gebeuren. En die maakt zich toch wel erg veel zorgen om een aantal dingen te noemen. Het pand hoe het er staat, jarenlang bekend voor vele bezoekers, trekt daardoor een bepaald publiek. Gaat dat ook gebeuren als ze in de Vorstin gehuisvest zijn? Dus bouwden zij ook hun identiteit als ze in de Vorstinnen zitten? Die amateurtoneelgroepen die zitten nu voor een gereduceerd bedrag in Theater Achterom, maar dat zal waarschijnlijk niet in de Vorstin kunnen. Waar blijven die groepen? Die kunnen er niet. Zij trekken ook nu vele leerlingen aan, om dat scholen de leerlingen kennis laten maken met theater. Ja. Ook voor een redelijk bedrag. Ja, gaat dat ook door in de Vorstin? De subsidie die wordt besteed aan de Vorstin, die komt ook weer een beetje terug doordat leerlingen kennis maken met theater. Ja, erg belangrijk is de ruimte. Want moet het aangepast worden? Wat kost dat dan weer? Ja. Zijn toch wel vele dingen. De subsidie is al in de begroting voor 2014 min of meer vastgelegd voor Theater Achterom. Hoe zit dat als gesteld wordt dat het tot eind van het jaar is? Ja, om dus woensdag dat besluit te gaan nemen. Het zit dus eind 2014 staat in het besluit van woensdag. Nou ja, de programmadirecteur die gaat gewoon door de subsidie. Ja, maar ze zegt dan komt het wel bij de Vorstin. Nee, daar is helemaal geen sprake van. En nogmaals, er wordt nog gekeken hoe je nou die podiumfunctie kan invullen. En het is niet zo, want dat hoor ik u nu zeggen, van nou alles moet geprogrammeerd worden in de Vorstin. Maar daar is helemaal geen sprake van. Daar waar dat kan, doe je dat. Hè? Dus daar haal je een stukje efficiëntie. Maar er wordt ook gekeken, hè? MCO heeft een prachtige zaal. Je hebt Theater Achterom zelf heb je nog. Dus er zijn wat alternatieven. Bibliotheek heeft een theaterzaaltje. Er zijn nog wat locaties. Hilversum heeft heel veel zalen wat dat betreft, waar je naar kan kijken. En dat onderzoek moet gedaan worden. Maar zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld een aanloopperiode te hebben dat mensen leren kennis maken met Theater Achterom, gehuisvest in de Vorstin. En dat het ook nog een gedeelte is in Theater Achterom. Dat het een uitvloeiingsperiode zal zijn. Ja, ik vind die combinatie in het gebouw vind ik sowieso geen goed idee. Nee. Nou ja, de programmeur van Theater Achterom maakt zich vele zorgen. Dus de boodschap is heel duidelijk. Wij delen, Hart voor Hilversum deelt die zorgen. Wordt noodzakelijk dat ze snel om tafel gaan in ieder geval. Laatste reactie van meneer Van Rooyen. Nou, met betrekking tot Theater Achterom, die blijft sowieso tot 2014. Hè, want die hebben gewoon subsidie tot 2014, sowieso. Dus het volgende college zal moeten bekijken wat daarmee gebeurt. Maar een ander punt is eventjes over, daar begon de discussie over. En dat vind ik toch wel... daar wordt nogal gebagatelliseerd over het cultureel ondernemerschap. Want ik vind namelijk dat heel veel instellingen... We moeten maar eens even op een rijtje zetten hoeveel instellingen eigen gelden binnenhalen, derde financieringstromen binnenhalen, et cetera, et cetera. Het filmtheater draait bijna helemaal op zichzelf. Ja. Vorstin waren gisteravond 800 bezoekers. Vanavond zijn er 800 bezoekers. Geweldig. Dat ze niet... altijd daar winst uit halen, omdat zo'n Sandra van Nieuwland ook heel veel geld kost. Dat is wat anders. Maar ik vind dat zeker ondernemerschap. Het gaat ook over de kunstuitleen, die zijn grootste deel van zijn budget gewoon uit de markt haalt. Dus ik vind dat we dat
te weinig voor ogen hebben dat er al heel veel culturele gemeenschappen zijn. Ja, ik ben het eens. Meneer Kastje wil als, echt als laatste, want anders gaan als, we helemaal als laatste dan toch, omdat mij stoort ook nu weer dat we zo'n benepen discussie hebben wat ons betreft. GroenLinks gaat nu aanstaande woensdag de stelling innemen, totaal geen bezuinigingen meer op cultuur. Na die jarenlange verschraling die we hebben gehad, is het tijd om te investeren in cultuur. En als we het nou hebben over visie, dat hebben we als GroenLinks over gehad iedere keer, dan moet je eens verdorie nadenken over wat er straks gebeurt met het City Theater. Wat er straks leeg komt, waarom nu niet al, en dat is visie, neerleggen, een plan neerleggen wat je daar zo meteen in de city doet. Maak daar op een gegeven moment cultuurplein, herenplein van. Dat is ergens naartoe werken. Precies, en zorg dat theater achterom in de, daar in het City Theater kan komen. Mooi theaterplein. Goed, we gaan het... We gaan het in ieder geval afwachten. Ik begrijp dat u komende woensdag nog discussie heeft in de Raad. Ja, en ik zie hier allerlei politici combines smeden om het helemaal goed te laten komen. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderwerp en we gaan straks weer even verder. Nou, moet je nou kijken. Burgemeester sluit 2 weken een kroeg. Geintje zeker. Oh, je kent de kroeg? Een gokje. Gokje, is dat een kroeg in Hilversum? Ja, het is wel dapper trouwens van die broertjes om een kroeg te sluiten op het moment dat hij zelf 30 dagen niet mag drinken. Ja, makkelijk hè? Ja. Waarom moet die kroeg eigenlijk dicht? Oh, er werd geschoten met een vuurwapen. Geschoten? Ja. Benozen? Ja. Dat is een Holleder is in Hilversum neergestreken. Nou, nou je het erover hebt, ik heb wel gelezen, scooter rijdt door naar ongeluk. Nou ja. Daar heb je het al. Daar heb je het al. Trouwens, volgens mij is Broertjes ook een beetje het padje kwijt, hoor. Hoezo? Nou, als je wiet wil halen, dan moet je bewijzen dat je ingezetene bent van Hilversum bij de koffieshop. Nee, dat was zo, maar dat is niet doorgegaan, hè? Nee, dat dacht ik al, want daarna begon hij om de VARA en de BNN in Hilversum te houden. En dan kan je niet aankomen met zo'n truc natuurlijk. De BNN? Ja. Een soort spuiten en plan inslikken. Ja, nou, de laatste kans om echt high te worden is ons ook ontnomen, Lex. Pardon? Ja, de VVD trekt zijn plan terug voor de stationstoren. Wat willen ze daar dan nu mee? Ja, een of ander plantsoen met bloemetjes en bijtjes en diertjes en dat soort dingetjes. Een soort gemeentelijke wietplantage. Ja, dat zou wel mooi zijn. Hé, hey, trouwens, wat lees ik nou? De Club van 1000 heeft nu al 30 leden. Jij leest ook alles, hè? Ja. De Club van 1000 heeft 30 leden. Ja, staat in de krant. Wat verdorie, zeg. Nou, dan missen ze er toch nog pakweg 970, dacht ik. Ja, dan gaan nou niet aankomen met getallen, want ik heb ook gelezen dat Hilversum 2583 spookburgers heeft. 2583 spookburgers. Spookburgers. En wat is een spookburger dan? Een spookburger is iemand die in Hilversum woont, maar niet ingeschreven is. Dus in feite zijn ze er wel, maar je ziet ze niet en je hoort ze niet. Oké, dat maakt van Hilversum een soort spookstad. Ja, en dat is eigenlijk precies wat Broertjes wilde, want die wilde van Hilversum Hollywood maken. Oh ja, ja. Maar alleen voor horrorfilms dan. Ja, het is toch al uitgestorven in Hilversum. En die zombies die daar lopen, dat is... Vroeger, Lex, vroeger, toen liepen de mensen op straat. Hè? Maar toen hadden we nog Hilversum Alive. Ja. Hilversum On Air. En On Air. Ja. Heb je ook allemaal niet meer. Niet alleen de mensen, maar ook de dieren, de zwerfdieren, die moeten tegenwoordig naar Amersfoort, hoor ik. Er blijft hier niks meer over. Oh, kijk, er is wel goed nieuws. We krijgen hier straks mediascholen. 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 En wat moet je daar dan leren? Ja, wat zou je dat kunnen doen? Daar zou je bijvoorbeeld bij handarbeid, hoe bouw ik mijn eigen Gooise matras? Ja, of bij biologie, hoe doe ik het op de Gooise matras? Nee, dat is lichamelijke opvoeding, hè? Dat is wat anders, hè? We moeten uitkijken dat docenten geen praktijklessen gaan geven. Nee, daar kan die meteen de bak in. Kan die meteen de bak in? Nee, er gaat tegenwoordig niemand meer de bak in, hè? Oh. Allemaal taakstraf geworden. Taakstraf? Taakstraf. Wat zou zo'n docent dan als taakstraf kunnen krijgen? Nou, laten we eens kijken. Nou ja, 4 jaar gemeenteraadslid. He? In Hilversum als taakstraf. Als taakstraf. Als taakstraf, ja. Dus, daar kunnen ze tegenwoordig niemand meer voor vinden, schijnt. Nee, vind je het gek? Weet je hoe zwaar die selectieprocedure is? Ja, selectieprocedure voor de gemeenteraad van Hilversum. Weet je wat je moet kunnen om... Nou, dat zou ik wel eens willen weten. Zal ik je dat eens even uitleggen? Leg mij dat eens uit. Ze moeten 1 lange rechte weg lopen en dan zwalken naar links en naar rechts.
Tegelijkertijd. Tegelijkertijd. Ja. Nou, probeer dat maar eens. Een beetje professioneel politiek zwalken is niet iedereen gegeven. Ja, en voor een zwalkende politici is hier in Hilversum ook helemaal geen opvang. Nee, daarvoor moeten ze naar het Binnenhof, denk ik. Hè? Dan kan je dus eigenlijk beter een zwalkende en zwervende marmot of cavia zijn dan politici. Ja, of een zwevende kiezer. Ja. Ben jij trouwens al bij het armoedeontbijt geweest? Het armoedeontbijt? Ja, het armoedeontbijt. Daar had ik even geen trek in. Oh. Nou, weet je wat? Weet je, proost. Proost. De 30 dagen zijn voorbij. Oké, dankjewel. Lex Bolmeteen. Goed bijjaar. Voor ons laatste onderwerp hebben we nog twee ambitieuze politici gestrikt die volgens ons nog wel een paar jaar mee kunnen in de politiek. En die we zeker terug gaan zien op de kandidatenlijst van hun partij. Welkom Jan Kastje van GroenLinks en Peter Hermans van de Partij van de Arbeid. Met hen gaan wij praten over duurzaamheid en het belang daarvan. Meneer Kastje, u heeft het de laatste tijd nogal druk gemaakt over dit onderwerp. Wat betekent duurzaamheid voor u dan? Je kunt het ook heel simpel vertalen met houdbaarheid. Houdbaarheid. Als iets niet houdbaar is, sociaal of qua milieu, dan is het niet duurzaam. Dus dat is niet duurzaam. Concreet voorbeeld. Als je, laat me eventjes meteen de diepte induiken. De diepte. Annashoeve, die nieuwe woonwijk hier. Ja, daar zouden we het vast over hebben. Ja. Die is niet duurzaam als die niet houdbaar is. Als die niet dus ook gewoon aan energiebesparing doet. Want in de toekomst gaan de energielasten enorm omhoog. Ja. Dus dat is sociaal vervolgens ook niet houdbaar. Omdat die mensen voor enorm hoge kosten komen te staan. Okay. Dus als je dat niet anders doet, dan is het niet duurzaam. Okay. U heeft zelf aangegeven bij ons dat u daarover in discussie wilde met Peter Hermans. Ja. Nou, dat willen we graag faciliteren. Maar waarom juist Peter Hermans? Omdat Peter aan de ene kant een bondgenoot is van GroenLinks als het gaat om duurzaamheid. We hebben samen heel veel dingen gedaan en geïnitieerd. We hebben samen gezorgd, overigens ook met Jan de Wit van de ChristenUnie, dat Hilversum klimaatneutraal moet worden. We hebben nog een aantal andere dingen samen gedaan. En ik vind dat hij een beetje op Annashoeve een beetje in de steek heeft gelaten. Nou, dan ga ik nu even lekker achterover leunen. En dan mag meneer Hermans aangeven hoe het nu staat met meneer Kastje. Ja, maar meneer Kastje staat voor mij allemaal prima. Ja. Annashoeve. Maar ja, de standpunten van meneer Kastje en nu verschillen blijkbaar. Nee, we verschillen volgens mij helemaal niet. Nee, wij zijn alle twee vinden het heel belangrijk dat wij Hilversum eigenlijk klaarmaken voor de toekomst. Dat is een beetje duurzaamheid. Meneer Kastje gaf het al aan, energieprijzen zullen stijgen. En daar moet je rekening mee houden natuurlijk. Annashoeve is een belangrijke uitbreidingswijk voor Hilversum. Wij hebben altijd gezegd, twee dingen zijn voor ons belangrijk. Sociale woningbouw, ook duurzaam. Hè? Want je moet ook mensen kunnen huisvesten hier die we ook nodig hebben om te werken. Die niet allemaal de volle, niet het hoogste loon zullen krijgen. Die moeten er ook kunnen wonen, dat is één stukje. Het andere stukje is, we moeten ook naar de toekomst kijken wat betreft energiegebruik. En daar moet die wijk natuurlijk zo duurzaam mogelijk gebouwd moeten worden. Er zitten een aantal duurzame aspecten al in het plan. Dat is heel goed. Alleen de discussie ging er een beetje om hoe kunnen wij dat als gemeente nou afdwingen eigenlijk. Ja. En juridisch gezien was dat in het masterplan niet mogelijk. Nee? Nee, dat was niet mogelijk. Ik zie meneer Kastje nu al roepen dat het onzin is. Ja. Dus meneer Kastje, waarom is het onzin? Waarom kan dat wettelijk niet afgedwongen worden? Nee, kijk, de redenering is, kijk, en in die zin verwijt ik het mezelf ook, dat we eerder niet hebben opgelet, omdat we eerder gekozen hebben voor een bepaalde ontwikkelingsstrategie voor de wijk. Daar hadden we ook veel beter moeten opletten. En ik vind het eigenlijk ook wel verwijtbaar dat nu pas het argument boven tafel komt, terwijl we 2 jaar geleden een keuze gemaakt hebben voor die ontwikkelingsstrategie, dat het zogenaamd niet kan. Dat je dus geen duurzaamheidseisen bij die aanbesteding kunt stellen. Nou, dan denk ik van nou, dan wil ik dus wel eens zien waarom al die wijken in al die andere gemeenten wel van de grond zijn gekomen en hier niet. Ja. En naar de heer Hermans toe, hij heeft inderdaad 2 jaar geleden toen ook gezegd, van ja, sociale woningbouw vinden we belangrijk, maar duurzaamheid ook. Maar vervolgens laat die duurzaamheid los. Ja. Op het moment dat de keuze daar is. Nee, dat is niet waar. Gaat het over geld eigenlijk? Luister, we laten duurzaamheid helemaal niet los. Om te beginnen hebben wij, daar ben ik best wel trots op. Het college heeft gezegd, we gaan 6 ton uittrekken. Als een soort van potje waar je duurzaamheidsinitiatieven mee kan stimuleren voor Annashoeve.
Okay. Dat is één. Dat vind ik toch wel een duidelijke geste van we nemen het serieus. Dat is niet loslaten. Dus er wordt 6 ton in geïnvesteerd. Nee, maar wacht, er is meer. Nee, een potje al. Ik ben nog niet klaar. Dat is niet een subsidiepot wat mij betreft. Ja. Dat zou kunnen, maar ik vind dat we er iets creatiever mee moeten omgaan. Als je ook kijkt, want we laten heel veel over aan de markt. Hè? Ja. Dat is een beetje, dat zegt de heer Karsje ook. Je ziet ook dat de markt bereid is om heel duurzaam te bouwen. Want het is gewoon belangrijk. Want mensen die een huis kopen, die weten ook de energieprijzen gaan stijgen. Ik wil een beetje een energiezuinig huis hebben. En het liefst ook met opwekking. Dat is één. Mocht dit, want het is een beetje, meneer Karsje denkt dat het helemaal niks gaat worden. Hè? Dat weten we nog niet. Maar er is ook een soort van beslismoment. Als we op een gegeven moment een stukje van die wijk hebben neergezet. En het blijkt allemaal niet te gaan zoals we willen. Dan kunnen we al het heroverwegen. Dat is ook in het raadsvoorstel. En wat mij betreft, dan ga ik gewoon kijken. Wat is er nou van die ambities waargekomen? Als het natuurlijk helemaal niks is. Ja, dan moeten we natuurlijk bij gaan sturen. Dus en dan moet het misschien het anders. Bijgesteld kan worden. Maar ik heb er vertrouwen in. Laat ik we hebben vertrouwen. Dus gaande de rit kan toch bijgesteld worden. Nou, wat zeggen we? En hebben die ambitie met elkaar. Om klimaatneutraal te worden in Hilversum. Dan heb je een van de laatste uitbreidingswijken in een ecologisch kwetsbaar gebied. Dan zeg ik van, dan maak je er ook wat van of dan maak je er niet wat van. Dan ga je ook, zeker als je klimaatneutraal wilt zijn, op zijn minst voor een energie-neutrale wijk daar. Okay. Dan haal ik even een ander voorbeeld bij, of twee voorbeelden. In ons verkiezingsprogramma 2010 hebben we al gezegd, als je aan energiebesparing doet, gaat dat enorm veel werkgelegenheid opleveren. Ja. Andere voorbeeld is dat in Zwitserland wordt gezegd, je krijgt pas een vergunning als je energie-neutraal bouwt. Okay. Wat is het leuke daar? De bouwsector is daar booming. Nou, dat kunnen we volgens mij hier wel gebruiken. Ja. Dus in andere woorden, als je er nou eens iets meer ambitie in legt dan alleen maar voor 2014 koetkekoet die wijk gerealiseerd willen hebben, dan had je iets meer kunnen doen. Maar wat moet er nu nog gebeuren, meneer Karsje, om het u naar de zin te maken dan? Nou ja, kijk, helaas heeft deze gemeenteraad het besluit al genomen. Er is een soort evaluatiemoment over een jaar of iets dergelijks na de eerste fase ingelast om te kijken dat. Maar ja, dan heb je dus de eerste fase al gehad. Ja. En als de woningbouwcorporatie die daar op een gegeven moment wil realiseren zelf al zegt, overheid, stel mij stringente eisen, want dan bouw ik duurzaam. Ja. Dan heb je dus echt een kans gemist op mij. Gemiste kans, meneer Hermans. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want wij kunnen natuurlijk ook in gesprek gaan met de woningbouwcorporatie. Volgens mij was het ook een voorstel van GroenLinks. Die zei van, ga nou eens praten met die woningbouwcorporatie. Om te kijken wat je kan realiseren. Nou, dat vonden wij een goed voorstel. Ik weet dat die woningbouwcorporaties dat heel serieus nemen. Je ziet bijvoorbeeld ook in de oude wijken. Hele slecht geïsoleerde woningen. Je waait bijna uit je woonkamer. En dat zijn ze ook allemaal aan het investeren om te zorgen dat dat ook beter gaat. Dus bij nieuwbouw nemen ze het ook heel serieus. Ik heb ook echt wel vertrouwen in dat je ook afspraken kan maken zonder meteen met de stok te hoeven te slaan. Want dat is eigenlijk wat nu voorgesteld wordt om dat wel te realiseren. Nee. Dus ik ben niet zo heel erg, ik ben gewoon wat minder negatief, wat minder sceptisch dan de heer Karsje. Nou, je zou toch zeggen met zin in de toekomst dat ze misschien iets positiever zullen zijn. Maar, Nou ja, GroenLinks heeft zin in Hilversum. Ja. Laten we dat voorop stellen. Ik blijf het een gemiste kans vinden, omdat, kijk, de redenering was, wij kunnen niets aan duurzaamheid doen bij aanbesteding. Nou, dat klopt als het gaat om dat je kavel voor kavel iets wilt uitgeven. Dan kun je dat inderdaad niet doen. Maar ook Europees wordt gezegd, je kunt wel degelijk op gebiedsniveau, dus op het niveau van het masterplan, wat uiteindelijk leidend is voor de aanbesteding, daar kun je stringente eisen stellen. Okay. Zodat het voor iedereen gelijk is. Ja. En dat hebben we dus met elkaar niet gedaan. Oké, okay. Nou, we gaan toch die evaluatie dan toch maar weer afwachten. Want u zegt dan, is valt er nog bij te stellen, begrijp ik? Ja, want we gaan het plan, dat is het, ook het idee van het plan, stukje gaat het ontwikkeld worden. De evaluatie is al over een jaar. Nou, we hebben zeg maar het in kavels opgedeeld, zou je kunnen zeggen. En als de eerste kavel af is, laat ik het zo zeggen, dan komt het evaluatie. Of het over een jaar is, over anderhalf jaar, dat weet ik niet. En dan kunnen we dat hier ook evalueren dan? Zeker. Oké. Gaan we dat weer doen in hier? Nou, dan gaan we even kijken hoe het ermee staat. Graag, nou, u trekt me aan de bel op dat moment. Dan mag u weer zeggen met wie u een discussie wil. Zijn er nog mensen die willen reageren in de zaal op dit moment? Drie tegelijk. Dan moet ik kaartjes gaan uitdelen zo. Ik had even een vraag aan de PvdA, want over een jaar evalueren. Als we nu geen eisen kunnen stellen aan duurzaamheid, waarom kunnen we dat dan straks wel? En als we dan wel wat kunnen, waarom doen we dat dan nu niet? Exact. Nou, wat ik net zei. Ik heb heel veel vertrouwen in dat, dat we het op andere manier ook kunnen realiseren. Waardoor nu ook, want het voordeel hoe we dat nu doen, is ook dat je bijvoorbeeld mensen die collectief particulier opdracht
werkgeverschap heet dat. Kunnen mensen veel meer zelf bepalen hoe ze hun huis daar willen bouwen. Hè? Dat is het voordeel hoe we dat nu doen. Dat vind ik ook heel veel waard. Dat maakt die wijk ook heel aantrekkelijk. En ik denk ook dat die combinatie ook zeker kan zorgen voor duurzaamheid. Maar mocht het nou helemaal niet gebeuren, mocht het nou echt qua duurzaamheidseisen totaal niet gehaald worden, wat ik niet denk. Kijk, dan moeten we gaan kijken of we dan misschien bepaalde aspecten loslaten om die duurzaamheid aan te draaien. Want ik vind het wel heel belangrijk dat we wel echt een duurzame wijk realiseren. Okay. Dus dan gaan we gewoon dat bekijken. Dat is interessant, hè? Want wat wil de PvdA dan loslaten om op een gegeven moment wel duurzaamheid te realiseren? Yeah. Nou, volgens mij moet je dan, dat moeten we dan bekijken. Maar ik denk dat je dan, want we hebben dus nu heel veel flexibiliteit, dat die flexibiliteit wat minder moet gaan worden dan. Want dat is de consequentie. Want dan zeg je meer duurzaamheid, dus moet je wat minder flexibiliteit. Dat is voor mij de consequentie dan. Oké. Maar dat zien we dan wel. Volgende reactie. Ja, hallo, Gerard Kroon. Ik zit ook in de gemeenteraad, D66. Duurzaamheid is een lastig probleem in de zin van dat in ontwikkeling is. En dat je altijd wilt dat het harder gaat. Maar over die, ik hoor net die 6 ton subsidie, hè, die dan gegeven wordt voor mensen die duurzaam willen bouwen. Er zit ook een risico aan betreft Europa, die dat ziet als verkapte steun, dus die dat dan ook weer verbiedt. Maar goed, ik wil hier alvast een suggestie doen. Er zijn steeds meer partijen, zoals Triodos Bank, die mensen een goedkopere hypotheek geven als je duurzamer bouwt. Dus dat kan tot 0,5% betere hypotheek krijgen, want je moet investeren in een woning. Dat levert zich zoveel op. Een Triodos Bank, maar er zijn andere partijen die zeggen, nou, wij geven jou een lagere hypotheek, hoe beter jouw huis geïsoleerd is. Dan kun je dus de markt ook het werk zetten. Dus ik denk dat de gemeente heel hard moet gaan zoeken naar dat soort marktpartijen. En dus is heel veel in ontwikkeling om die bij die projecten te betrekken en actief. Dus je kan ook een heleboel doen met samenwerking. Maar wat vindt de PvdA ervan? Ik vind dat een bijzonder goed idee, want ik zei net al, er wordt al de mensen die woningen kopen, bouwen daar, die willen ook gewoon een duurzaam huis hebben. Nou, je ziet ook dat er marktpartijen erop inspelen, daar kan je veel mee. Die 6 ton hoeft van mij geen subsidiepot te worden. Je kan er ook allerlei andere dingen mee doen. Zoals bijvoorbeeld zorgen dat jij als gemeente een duidelijk traject aanbiedt van, hey, kijk eens hiernaar, dit kunnen we doen. Dus ik vind het een bijzonder goed idee. En ik verwacht ook dat de wethouder duurzaamheid, die ongetwijfeld ook aan de basis gekluisterd is nu om dit te bekijken, dat hij dit ook gaat meenemen in haar voorstel. Nou is het ondertussen zo, hè, dat we dat besluit nu hebben genomen. Dat is even gegeven. Maar waar ik heel erg bang voor ben en niet zou willen, is dat we die 600.000 euro vervolgens versnipperen over al die woningen. Want dan heb je zeg eventjes een budgetje van 1000 euro per woning. Daar ga je het niet mee redden. Nee. Dus zet dan die 6 ton in op trendwoningen, die op een gegeven moment maatgevend worden voor het hele gebied. Ga daar die 6 ton dan inzetten. Ik ben het heel erg met je kastje eens, okay, je moet niet gaan versnipperen, want okay. dat begint gesteld. Dan de laatste reactie. Nou ja, de Partij van de Arbeid heeft over dingen die ze mogelijk wel willen loslaten, maar vergeet niet dat er al heel veel dingen losgelaten zijn. En het begon al met de rioolwaterzuiveringinstallatie. De bedoeling was dat die state of the art zou zijn en het nieuwste van het nieuwste op het gebied van het milieu. Dat is er al niet gekomen. De woningdichtheid daar is dichter dan een Phoenixwijk. Dus wat moet je nu nog loslaten aan Annashoeven? Door die teleurstelling heeft Hart voor Hilversum al eerder afgehaakt. En ik ben blij dat ook GroenLinks nu ziet dat je voor een duurzame wijk. Dit is echt allemaal gepriegel in de marge. Okay. Nou, dat klopt niet. Daar bent u het niet mee eens? Nee. Okay. Nou, we gaan in ieder geval er nog een keer op terugkomen. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan dit debat. En dan zijn we nu gekomen aan het einde van deze derde uitzending. Ik dank alle aanwezige gasten en het aanwezige publiek. En we hopen u allemaal terug te zien volgende maand. Ja.